Nou, de grote vraag op dit moment is of er in Europa niet een soort perfect storm dreigt. Omdat Europa geconfronteerd wordt met een aantal grote bedreigingen. Kijk, ten eerste is het natuurlijk nog zo dat we hebben wel wat economische groei, maar het houdt niet over. In veel Europese landen blijft de werkloosheid nog hoog. Zeker ook in Frankrijk. Daarnaast hebben we natuurlijk de vluchtelingencrisis, wat een enorme politieke splijtswam is binnen Europa, maar ook voor de toekomst van de Europese Unie. We hebben het debat over gaat het Verenigd Koninkrijk wellicht uit de Europese Unie. We hebben een referendum op 23 juni. En on top of that hebben we ook nog de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. En dan gaat het om of iemand als Marine Le Pen, die natuurlijk op een anti-Europa campagne voert, daar niet enorm van zou kunnen gaan profiteren. President van Frankrijk zou komen worden. Het zou enorme risico's voor Europa geven. En tot slot hebben we ook nog iets over de banken. Dat de banken eigenlijk in 2014 zijn de balans wel doorgelicht, maar er zitten toch nog iets voor 1000 miljard aan probleemleningen. En banken wereldwijd zijn ook weer nieuwe risico's aangegaan die te maken hebben met financiering van de oliehandel, de oliebusiness en de grondstoffenwinning. Dus allerlei risico's die zeg maar het politieke en financiële systeem in Europa bedreigen. Kun je de rol van de banken uitleggen? Dat was toch opgelost na 2009? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk de grote crisis gehad, de val van Lehman Brothers in 2008. Amerika is toen in 2009 al begonnen met de banken de balansen schoon te vegen, verliezen te nemen, nieuw kapitaal, nieuw eigen vermogen. Europa heeft die exercitie pas gedaan in 2014, voordat de Europese Centrale Bank de toezichthouder werd op de grootste banken. Maar men heeft eigenlijk niet doorgepakt. De kapitaalstekorten die men geïdentificeerd heeft, waren relatief aan de lage kant. En nu zijn er allerlei nieuwe schattingen, ook van het Internationaal Monetair Fonds, waarin staat dat ongeveer nog voor zo'n 1000 miljard euro aan probleemleningen, dus leningen met betalingsachterstanden in Europa zijn, waaronder 300 miljard in Italië. En dat is een groot probleem, want zolang die banken nog zitten op zeg maar potentiële verliezen, gaan ze natuurlijk niet eigen vermogen inzetten voor het antemeren van nieuwe leningen, die zo van belang zijn voor herstel van economische groei. Dus dat is een probleem uit het verleden. Daarnaast zie je dat sinds 2007 met de boom in China, met hoge economische groei, gingen natuurlijk olieprijzen zijn hoog geweest, grondstoffenprijzen, metalen gingen ook de lucht in. En wereldwijd hebben bedrijven daarop geanticipeerd door hun productiecapaciteit, hun winningscapaciteit te vergroten. En dat is ook weer gefinancierd met nieuwe kredietverlening. En de schattingen zijn dat gaat om een bedrag voor 10.000 miljard dollar. In dollars notabene, dus niet in lokale valuta's. Dus daar lopen bedrijven ook valutarisico's op. En nu moeten die bedrijven dat gaan terugbetalen. Ja, maar hun business staat onder druk. En een groot gedeelte van die lening, ongeveer de helft, staat ook weer uit bij het internationale bankwezen. In Nederland is het debat ook losgebarsten. Ja, zeker. Samen met Chris Buijing, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, heb ik een project ondernomen om een dialoog tussen leden van de raden van bestuur van banken en een aantal hoogleraren, samen met mensen van de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën en het Centraal Planbureau, te organiseren over de kapitalisatie van banken en in welke mate belastingbetalers nog risico's lopen. En daarvan is recent een boekje met een aantal interviews uitgekomen. Dan is er een worst case scenario in Europa, politiek Europa, te bedenken. Ja, dat zou kunnen zijn natuurlijk dat als het Verenigd Koninkrijk tijdens het referendum in juni besluit om uit de Europese Unie te stappen, want dat gaat natuurlijk een gevoel creëren van Europa valt uit elkaar, kan natuurlijk ook de Franse presidentsverkiezingen beïnvloeden, als dan bijvoorbeeld Marine Le Pen president van Frankrijk zou worden. Nou, dan heb je een crisis in het hart van het eurosysteem. En dan als ook nog de vluchtelingencrisis niet wordt opgelost, heb je helemaal een groot probleem, politiek gezien. En ja, dat vluchtelingenverhaal, dat vraagstuk is heel belangrijk. Er zal toch een hele grote last liggen bij Turkije en Griekenland. Onvermijdelijk, want we kunnen die buitengrens nooit helemaal verdedigen, denk ik. Dus geld naar Turkije is heel belangrijk, maar ook denk ik Griekenland wordt zwaar belast. Dus het verhaal wat natuurlijk al langer speelt, schuldherstructurering voor de Grieken, Griekenland helpen tegemoetkomen, is denk ik van heel groot belang. Anders gaan de Grieken het politiek ook niet trekken en dan lossen we het helemaal niet op.